Hallo iedereen. Welkom in een nieuwe video. Ik moet lachen omdat ik normaal een video ging opnemen. Een audio video eigenlijk ging opnemen deze week. Maar mijn twin heeft mij gezegd dat ik meer video's als deze moet opnemen. Dus dan nemen we zijn advies ten harte en dan doen we dat. Maar eigenlijk het thema waar ik deze week het over wil hebben, omdat ik het op verschillende manieren zie terugkomen, is twee dingen. Enerzijds de controle vanuit de vrouwelijke energie. En anderzijds het idee dat je de mannelijke of de vrouwelijke pool bent. Dus laten we beginnen met het feit van of dat je de mannelijke of de vrouwelijke pool bent. Ik heb met de mensen waar ik mee samenwerk en 1-op-1 sessies heb gedaan of doe, dan leg ik ook dat uit. Het idee van ik ben meer de vrouwelijke energie of meer de mannelijke energie is eigenlijk een soort van artificiële opdeling, een soort van kunstmatige opdeling, om te begrijpen wat er gebeurt om de dynamiek tussen jou en jouw spiegelziel, jouw spiegelenergie, jouw tweelingvlam beter te begrijpen. Maar het probleem is dat sommige mensen op een bepaald moment zodanig gaan vastzitten op ik ben een vrouwelijke energie, dus ik moet dit doen, ik moet dat doen, dus dat betekent dat dat eruit is. Terwijl en als ik kijk in mijn connectie en mijn twin zal dat ook beamen, dat er heel veel momenten zijn waarin dat het inderdaad nodig was voor mij om volledig in die vrouwelijke energie te gaan zitten en te gaan in ontvangstmodus te gaan en het te zijn en dat die vrouwelijke energie, die voedende, die zorgende energie, die liefdevolle energie. Maar andere keren dat ik zelfs in mijn connectie en in mijn relatie en mijn communicatie naar mijn twin toe eerder dan de mannelijke energie was. En dat is het probleem dat wanneer ik ben even hier aan het focussen op het verkeer en de aarzeling van de chauffeur voor mij. Nu ja. Alles heeft zijn reden natuurlijk. Dus wanneer je daar te veel gaat gaan in vastzitten en te veel gaat gaan reageren vanuit ik ben de vrouwelijke pool in de connectie, dus dat betekent dat, dat, dat en dat. Dan ben je in principe verkeerd bezig. Ik snap het en het is een heel goede tool om jezelf te leren kennen, om te leren begrijpen hoe dat jouw eigen vrouwelijke energie werkt. Maar wanneer je dat doet, vergeet je eigenlijk dat je ook nog een andere kant hebt, ook nog een mannelijke energie. Dat is net hetzelfde. Heel veel mensen die zeggen, het ego moet geëlimineerd worden en je mag niet geen ego meer hebben. Je hebt jouw ego nodig om te kunnen manifesteren. Dus dat ego mag niet geëlimineerd worden. Dat ego is er. Maar het probleem is dat het ego moet de juiste plaats in het spel krijgen. En waar dat heel veel mensen het ego aan het stuur hebben laten staan en nog veel laten staan, is de bedoeling dat we nu veel meer vanuit ons hartenergie en vanuit onze ziel, de verbinding en de alignment met onze ziel, keuzes gaan maken. En dat is het grootste probleem. Ja, je mag die opdeling tussen mannelijke en vrouwelijke energie mag je gebruiken, maar het is geen vaststaand feit. Het is iets die evolueert. En die, dus eerst in jezelf ook die wisseling en die tweedynamiek in jezelf moet je gaan leren kennen. Ontdekken waar dat je nog in je vervormde mannelijke energie zit, waar dat je nog in je vervormde vrouwelijke energie zit. En vervolgens dan ook zien van hoe speelt zich dat uit in de connectie. Van daaruit zijn we dan bij het andere topic, punt, waarin dat ik eigenlijk ook wil zeggen dat ik merk dat ook in de tweelingvlamgroep dat er heel veel mensen nog zijn
die vanuit het idee van ik ben een vrouwelijke energie en ik zorg voor mezelf en ik geef liefde aan mezelf. En die dan allerlei dingen doen die eigenlijk puur controle zijn. Controle om hun eigen proces te gaan controleren, sturen. Maar vaak is dat ook, en dat is daarom dat ik het ook zo wel over heb, omdat ik had vanmorgen ook een gesprek met Sarah. Want wanneer hij bijvoorbeeld astrologie gaat gaan opzoeken, of hij gaat geleerd over human design, dan zegt ze, ja, dat is eigenlijk ook een stuk van controle, want dan ga je, wil je begrijpen hoe dat je systeem werkt. En dan zeg ik ook van, ja en nee. Want alles is afhankelijk van de mate vanuit welke energie dat je het gaat gaan doen. Als je bijvoorbeeld gaat gaan studeren over astrologie of human design of iets anders, chakras of healing, of je gaat een of andere cursus gaat gaan volgen en je doet dat omdat je dan wilt gaan weten en gaan voorspellen en gaan sturen wat dat jouw toekomst en jouw ervaringen is, vooral vanuit een soort van ik ga mezelf dan beschermen, dan zijn emoties niet overweldigend en wat dan ook. Dan is dat vanuit de controlerende en dus eigenlijk vanuit de vervormde energie. Wanneer je doet van oké, ik wil daarover weten, want ik ben daar nieuwsgierig naar en dan op die manier kan ik meer over mezelf leren en meer over het, hoe dat werkt. Maar ik neem het niet als één waarheid, als de waarheid. Het is gewoon een extra tool, een extra puzzelstukje. Een andere manier, een andere bril die je opzet om naar jezelf te kijken. Dan is dat niet vanuit controle. Dan is dat gewoon vanuit pure interesse, pure, de pure wens van je ziel om zichzelf uit te breiden. Want wanneer je studeert, wanneer je leert, dan doe je nieuwe ervaringen op en verder. En dan eigenlijk breid je je ziel, je energie uit. Dus let eens op en kijk eens vanuit welke energie dat je nog dingen doet. Ik merk ook heel vaak dat mensen, ze hebben ergens iets geleerd. En dan vanuit ook die controlerende energie. En het probleem is natuurlijk dat ze dat zelf niet bewust zijn, dat dat vanuit een vervormde controlerende energie is. Maar dan willen ze dat met iedereen delen. En dan gaan ze gewoon verkondigen dat dat de waarheid is, dat het zo is. Dus ook daarin is het belangrijk om eigenlijk te vragen aan anderen van wil je dat ik advies geef? Wil je dat ik mijn visie geef? Of wil je gewoon delen? En dat is trouwens ook iets wat heel goed werkt met jouw mannelijke energie. Zeker wanneer dat ze zelf nog in een vervormde macho mannelijke energie zitten. Zeker als het ook mannen zijn. Bij vrouwen die in een mannelijke energie zitten is dat natuurlijk iets wat gaat dat en dan zich ook anders uitspelen. Maar dan is het super belangrijk en handig dat je ook gewoon vraagt van mag ik jou mijn mening geven? Of wil je advies? Dus dat je eigenlijk de vraag stelt. Dat is eigenlijk ook een stukje gebaseerd op het feit van human design. Omdat in human design daar ook gezegd wordt van eigenlijk de enige types die mogen initiëren in human design, dat is iets mogen zijn, dat zijn manifestors. Maar, en natuurlijk in een relatie zit, en jullie zijn bijvoorbeeld alle twee projectors, of jullie zijn alle twee generators, en jullie moeten wachten op uitnodiging, ja, dan zou je kunnen zeggen van, er wordt nooit iets geïnitieerd, en dus dat is ook niet correct. Hetzelfde, bijvoorbeeld wanneer je een emotionele motor hebt, dan is het ook belangrijk dat je ook daar jezelf niet vastzet door ervan uit te gaan van ik heb een emotionele motor, dus ik moet mijn volledige emotionele wave gaan uitzetten. Maar ja, in deze maatschappij kan ik niet anders dan om elke keuzes te maken, om elke beslissing of snel beslissing te nemen. En dat is ook niet zo. Ook daar is dat een keuze. In sommige momenten moet je inderdaad langer die tijd nemen en zodanig ik kan voelen van wat is het, hoe voel ik daarover, hoe zit ik daarin. Maar eigenlijk gaat het meer over dat we moeten komen tot een bewustzijn van die emoties. En dat is niet alleen voor generators of manifester generators of projectors of met een emotionele motor. Dat gaat voor iedereen eigenlijk. Want er zijn ook manifesters met emotionele motors. Dus dat gaat voor iedereen. Zelfs voor mij.
ik ben daar niet zo door beïnvloed door bijvoorbeeld iemand die met die emotionele motor dat heeft. Maar dat is hetzelfde met iemand die bijvoorbeeld een sacraal motor heeft binnen het human design systeem. Maar ook daar, zet jezelf dan niet op vast. Kijk van hoe dat jouw systeem werkt. En net zoals ik gisteren ook meteen mijn tweede, of dat we ook het gesprek hadden over angst. Angst is niets meer dan emoties die jou vertellen dat je eigenlijk op een verkeerde manier aan het denken bent. En dat je aan het denken bent vanuit een beperking. Dat je aan het denken bent niet in afstemming met je ziel. Dus dat je eigenlijk vanuit je ego aan het denken bent. Vanuit het beperkte referentiekader dat jouw ego heeft. Want uw referentiekader, uw ego, is eigenlijk gebaseerd op emoties, gedachten en uw overtuigingen. Maar heel veel overtuigingen hebben niks te maken met uw eigen ervaringen. Maar met ervaring van anderen dat we hebben opgenomen en gewoon als copy-paste hebben aangenomen als onze waarheid. Dat is ook daar. Vandaar dat de cursus jezelf zijn, jezelf blijven super handig en super interessant is. Je kan het volledig op je eigen tempo doen en daar zitten heel veel bewustzijnsoefeningen in, waarin dat je gaat gaan nadenken over hoe zitten met mijn emoties, hoe zitten met mijn gedachten, die pijn daar op die plek in mijn lichaam, wat betekent dat? Hoe ervaar ik energie? Hoe leer ik werken met energie? Als je natuurlijk al langer bezig bent, dan nodig ik jullie uit om te werken met de vlammen natuurlijk. Maar als je helemaal nieuw op het pad bent of je bent nieuwsgierig naar wat betekent om jezelf te zijn, dan ja, zou ik zeggen, ga gewoon voor die cursus. Hij is trouwens nog in promotie tot het einde van deze maand. Maar dat gezegd zijnde... That's been said. Dat is wat mijn twin zeggen. Kijk gewoon. Zeker nu, want het is, nu de nacht die komt, is het volle maan. Eclipse, dus een gedeeltelijke maansverduistering. Maak geen keuzes rond deze dagen, deze periode. Laat ons zeggen tot het einde van de week. Omdat, doordat het in teken van vissen gebeurt, en dan afhankelijk van in welk huis je het hebt natuurlijk, gaat het nog een keer op een andere manier gaan beïnvloed worden. Maar... maak geen beslissingen, omdat eigenlijk nu de bedoeling is dat je naar binnen gaat. Dus nu is het ideale tijd om in hermit mode te gaan, zoals ik zeg. Om te gaan contempleren, om te gaan voelen en om in die emoties te gaan hangen. Niet om je er op een negatieve manier te laten door beïnvloeden, maar echt te gevoelen van wat vind ik leuk om te doen. Ik heb bijvoorbeeld vandaag de hele dag met Sarah besteed. We hebben heel veel lachen, heel veel plezier gehad. We zijn naar onze paarden gegaan en daar ook heel veel hard gewerkt. Maar gewoon het buiten zijn, de dingen doen die je leuk vindt. En dat is ook ons motto. Succes zijn is voor ons gewoon de dingen doen die ik leuk vind om te doen. En dus ook daarin, kijk wat dat succes is voor jou. Want je kunt miljoenen verdienen en diep ongelukkig zijn. Dus ja, kijk ook daar eens van. Hoe zet ik mijn dingen neer? Hoe doe ik met de buitenwereld? En waar zit het verschil nog tussen... wie dat ik nu ben en wie dat ik denk dat ik ben. Ben aan het denken dat nog iets is dat ik moet zeggen. Ik denk dat het ongeveer dit is. Dus ik zou zeggen, 1. Kijk eens hoe dat je zelf voor jezelf in jouw energie zit. Zijnde, je balans tussen, of de dynamiek eigenlijk, tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Ben je een tweelingvlam en je hebt de e-boekjes nog niet gekocht. Dat zou ik zeggen, schaf de e-boekjes aan rond tweelingvlam dynamiek. Want daar staat er nog veel meer ook uitgelegd. Wil je bijvoorbeeld meer leren rond de energie, de mannelijke en vrouwelijke energie, dan is eigenlijk de cursus online manifesteren, de online cursus manifesteren met elementen, beter jouw eerst volgende stap. Ben je een tweelingvlam en je loopt op het tweelingvlampad en je wilt eigenlijk 7/7 of regelmatig toegang tot advies en gelijkgestemden, dan is de tweelingvlamgroep natuurlijk de ideale stap. Je kan ook verschillende dingen doen. Hè. Dus kijk gewoon op de website. Ondertussen zijn er 3 coaches. Ik doe natuurlijk minder 1-op-1 sessies. En dan is er Sarah en Evie die de transformatiesessies gaan doen. Er zijn ook weer readingen mogelijk. Wat moet ik nog zeggen? Dus de verschillende e-books, verschillende cursussen, staat eigenlijk allemaal op de website. Dus als je mij nog niet kent, ik ben nog niet gewoon hoe dat ik werk, hoe dat allemaal in zijn werk gaat bij mij, dan zou ik zeggen, blijf eventjes op dit YouTube-kanaal. Ga even gaan binge-watchen doorheen mijn video's. Dan ga je zelf ook mijn eigen proces ook zien natuurlijk. Ik deel ook heel veel gratis content over tweelingvlammen, over dingen dat ik ervaren heb met mijn twin. En uiteindelijk zijn we tot het punt gekomen dat we in union zijn.
Waarbij dat we, laten we zeggen, al twee in dezelfde richting aan het wandelen zijn. Dus met richting hetzelfde doel. Er zijn nog een aantal obstakels in de 3D-wereld. Maar dat heeft ook te maken met de missies die we neerzetten. Dus ook daar ga ik de komende maanden stap voor stap meer over delen waar je dat eigenlijk toe geleid wordt. En als je vragen hebt, als je vastzit, als je niet goed weet van uit welk hout pijlen maken, ik zou zeggen, hou je niet in. Investeer in jezelf. Ik weet, ik ben niet van de goedkoopste coach en dat is ook met reden, met een hele goede bedoeling. Een hele goede reden eigenlijk. Omdat het belangrijk is dat je leert de waarde van jezelf in te zien. Als je altijd maar gratis dingen consumeert en altijd maar bij de gratis dingen blijft, dan stuur je ook dat signaal uit naar het universum van ja, ik ben niets waard. Gratis is 0 euro. Wanneer dat je al is maar 20 euro aan jezelf begint te spenderen als dat moeilijk is voor jou. En dan bouw je beetje bij beetje dat bedrag op. Daarom zijn er ook verschillende prijsklassen, verschillende producten beschikbaar voor iedereen. Omdat iedereen ook op een ander niveau staat. Iedereen staat ook op een ander proces, op een ander level. En dat is oké. Okay. Daarom dat ook met verschillende coaches begint te werken. Omdat je je gaat meer aangetrokken voelen tot de een of de andere. En ik weet, I can be a lot. Zoals Sarah zegt, je bent een tsunami. Ja, sorry. Deal with it. Nee. Ja, dat is gewoon hoe dat ik in elkaar zit. En ja, ook mijn reden. Maar daar gaat deze video niet over. Maar dus ik kan inderdaad veel zijn. En ik snap dat wel als je helemaal nieuw bent. Dat dat moeilijk is. Plus ook als manifester is mijn energie heel moeilijk te lezen. Dus kun je... Mensen zijn ook van kan er de vinger niet opleggen. Ja, dat snap ik. Dat heeft ook te maken met mijn energie. Met mijn gesloten energie. Maar je gaat zien. Daarom maak ik ook deze video's. En daarin heeft mijn tweelingvrouw ook gelijk. Ik moet meer deze live in de zin van dat je mee kan zien. En mijn expressie kan zien. Dat je mee quirky dingen kan meemaken en ervaren. Omdat je dan ook weet, een beetje meer weet wie dat je, met wie dat je te doen hebt. Met wie dat je aan de slag gaat. Met wie dat je begint samen te werken. En van wie dat je iets koopt. Voilà, ik had het hier belaten. Mijn kinderen, de schoolbel is net gegaan. Dus zodra komen mijn kinderen, dan begint de avond... De routine is terug met eten maken en huiswerk. En ik wens jou vast een heel fijne dag. Ik zou zeggen, zet een goede intentie klaar voor deze nacht. Dus voordat je dan gaat slapen, kan je vragen aan jouw team om eerst en vooral om je naar de kristallen geelkamer te brengen. Daarin gaat, je gaat er niet altijd mee weten. Maar dat gaat je helpen om dingen sneller te verwerken en los te laten. Omdat je eigenlijk niet meer hoeft mee te sleuren, maar dat je nog altijd mee sleurt. En ik ben aan het luisteren wat ze zeggen. Om ook hulp te vragen voor de obstakels waar je nu tegenaan loopt. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dat kan zijn dat je iets droomt, dat je nog herinnert. Maar het kan ook zijn dat je iets niet droomt, of dat je droomt, maar je niet herinnert. Maar dat dan in de loop van de komende dagen eigenlijk inzichten komen. Dus het is gewoon ook een kwestie van te leren gebruik te maken en echt een bewuste keuze te maken van ik ga hulp vragen. En ik ga bewust kiezen om op die manier te gaan werken. Want dat is uiteindelijk hoe dat leven, vorming vanuit de hartgedrag en bewustzijn verloopt in zijn werk gaat. Voilà, ik wens jou vast een hele fijne dag, verder nog een heel fijne avond en tot in de volgende!